Ik ben Marianne Buskemolen. Ik heb een eigen centrum in Aalsmeer en ik ben in contact gekomen met Marieke. En ja, waar mijn werk uit bestaat, waar mijn hart ligt, is mensen begeleiden die in knel zijn gekomen. Hoe kan je je eigen wijsheid vinden? Ten eerste door natuurlijk te voelen wat zich in jou plaatsvindt. Er is iets in ons, noem het je intuïtie, noem het je diepste essentie, die precies weet wat klopt en wat niet klopt. Dat als ik ja zeg tegen de ander, terwijl het als nee voelt, dat kan ik op den duur niet volhouden. Dan gaat mijn lichaam protesteren. En deep down weet ik ook dat het niet klopt wat ik doe. Durf ik dan mijn eigen wijsheid te leven en zeggen, lieve schat of lieve collega, sorry, en die sorry hoeft natuurlijk helemaal niet, want uiteindelijk als we van onszelf, van ons hart geen woordkuil maken en laten weten dat het klopt met wat ik zeg, dan ben ik pas duidelijk. En ook al vindt de ander dat misschien niet leuk en is dat helemaal niet van mij gewend, ja, dat is dan even lastig, maar dan is het maar even lastig, maar dan is het wel helder wie ik ben, waar ik voor sta. En tegelijkertijd, als ik mijn eigen wijsheid mag leven, dan nodig ik ook de ander uit om ook zijn wijsheid te leven en ook zijn werkelijkheid te laten zien. En misschien vind ik dat ook wel even lastig. Nou, dat is dan maar zo, want het is natuurlijk niet zo dat het allemaal in harmonie maar moet kloppen en dat we alles maar toe moeten dekken en alles onder het vloerkleed moeten schuiven. Want uiteindelijk gaan we natuurlijk wel op die bult vallen. Dus eigen wijsheid leven is het vloerkleed optillen en kijken wat ligt er dan eigenlijk allemaal onder. En dat dan maar zichtbaar maken. Dat is de uitnodiging in binnen mijn coaching, maar zeker ook in de training om te laten zien van God, wat maakt nou dat je het op deze manier bent gaan doen, terwijl je ook inderdaad in het dagelijks leven heel goed weet, deep down, niet klopt met hoe jij je presenteert. En dus met name de partner waar je mee samen woont, ja, die laat je zien dat het niet klopt. Om dan op den duur je anders voor te blijven doen, dat je werkelijk voelt, dat kost zoveel energie, dan raak je geheel burn-out. Dus dat is niet vol te houden. Dus die partner, die ziet ons op de kwetsbaarste momenten. En durf je dan jezelf te